en welkom bij Speelgoedservice. Mijn naam is Peter en vandaag wil ik u wat vertellen over bouwsteentjes. Bouwsteentjes zijn leuk gekleurde steentjes die je naar eigen inzicht of naar de bijgeleverde bouwtekening in elkaar kunt zetten. We hebben grote en kleine steentjes, wat vaak helpt bij de wat jongere kinderen om de grotere steentjes te gebruiken vanaf 1,5 jaar en de wat kleinere steentjes vanaf een jaartje of 4, 5. Ligt een beetje aan hoe ver het kind zelf al is. Wat we ook duidelijk zien is dat je de blokken tonnen hebt, noem ik het maar even. Gewoon een ton gevuld met leuke steentjes waarbij je lekker datgene kunt maken wat je zelf wilt. En de themadozen. Waarbij je de themadozen weer kan zeggen dat je typische meisjesthema's hebt en typische jongensthema's. Nou, wat is nou eigenlijk het verschil tussen hoe jongens en meisjes met bouwsteentjes spelen? Nou, dat is niet zo heel groot. Het opbouwen en het volgen van de bouwtekening doen ze in principe op dezelfde manier. Maar op het moment dat het bouwwerk af is, spelen ze op een andere manier met het bouwwerk. Jongetjes spelen meer in de omgeving van hetgene wat ze gebouwd hebben. Dus ze bouwen er misschien nog wat bij. Of als ze een brandweerkazerne hebben, dan willen ze met de brandweer de brand gaan bestrijden. De meisjes daarentegen, als die een huis of een kermis hebben gebouwd, zul je zien dat ze graag in dat en om dat bouwwerk gaan spelen en daar ook een heel rollenspel bij gaan doen. Iedereen kent Lego en Duplo. Het is het absolute aanmerk in de bouwsteentjes en ze hebben in hun bereik ook de meeste verschillende steentjes en hebben ook de mooiste afwerking. Er zijn echter ook nog andere aanbieders op de markt, hele goedkope, die vaak een minder goede pasvorm hebben. Dat betekent dat de blokjes minder stevig op elkaar blijven zitten en dat eigenlijk je bouwwerk eerder uit elkaar valt. Maar er zijn gelukkig ook andere aanbieders naast Lego en Duplo die ook een goede pasvorm, dus ook een goede stevige verbinding kunnen realiseren. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste waar je op moet letten, want je wilt dat de boel stevig in elkaar blijft zitten. De andere aanbieders, zoals ik hier Unico heb staan, is ook één met een hele goede pasvorm. Waarbij je dus kunt zien dat het een goed blokje is. En op het moment dat ik deze op een blokje van Duplo zou zetten, kan ik u vertellen dat het heel erg goed past. Er zijn er ook die, als je ze er dan op zet, er weer afvallen. Een groot verschil tussen bijvoorbeeld een Unico en een Duplo is de afwerking. Bij Unico zie je dat je op veel onderdelen zelf nog een stickertje moet plakken. Daarentegen is bij Duplo dat vaak heel mooi op het blokje voorbedrukt. Kortom, er is meer dan alleen Lego en Duplo. Ze zijn absoluut nummer 1, maar er zijn ook andere aanbieders die goede producten bieden voor een goede prijs. Dus voor vandaag bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.